Hoi, mijn naam is Lady Zelstra en ik coach de eigenaar Achter de Hond. En superleuk dat je gaat luisteren naar mijn allereerste podcast. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de verschillen tussen een hondentrainer en een hondencoach. En ook wil ik gelijk duidelijk maken dat mijn intentie met deze podcast is om bewustwording te creëren. Want men moet natuurlijk weten dat de ene trainer hier en niet de andere is. Maar ik vind het wel van belang dat er een transparantie moet komen over bepaalde werkwijzen. Zoals jullie weten ben ik een hondencoach, maar ik begin eerst met het definiëren van een traditionele hondentrainer. Een hondentrainer. Een hondentrainer is veelal gericht op het gedrag van de hond. Een hondentrainer zou je dus veelal leren om ervoor te zorgen dat je hond met basiscommandos dingen kunt aanleren, waaronder de bekende commando's als zit, lig, af, hier en volg. Hondentrainers werken veelal met beloningssystemen, als in het geven van snoepjes, maar zetten ook gerust externe hulpmiddelen in. Bij deze hondentrainers, die ik even losmaak van de hondentrainers die op een positieve manier werken, moet je goed bij jezelf te raden gaan of dit echt iets is wat je wilt. Denk hierbij aan slipkettingen en prikbanden, waarmee flink wordt gecorrigeerd, of het werken met een e-collar, ook al de zogeheten schokbanden. Er zijn veelal flinke manieren van corrigeren. En als ik hoor hoe sommige trainers hebben ingepraat op de mensen die ik coach, dan hoor je echt de meest zorgwekkende verhalen. En krijg ik dus uiteindelijk te maken met beschadigde en onmachtig eigenaren. En waarom? Kijk, veelal worden deze externe hulpmiddelen ingezet vanuit frustratie en verharding. En vanuit een dominante opstelling. En dit zijn gedragingen van mensen die nou geen fijne energie met zich meebrengen. En die je hond kan overroelen. De eigenaar wordt door deze werkwijze totaal niet geweest op zijn gedrag, en daardoor worden deze middelen dus ook verkeerd ingezet. De wisselwerking met de hond wordt onderdrukt door het gebruik van deze hulpmiddelen. Sta ik dan ooit achter deze middelen? Kijk, alvorens ik mijn mening uit, moet je je beseffen dat ik mij verdiep in verschillende externe hulpmiddelen. Ik straaim dus gerust een avond YouTube-video's af om verschillende visies, dus het denken van hondentrainers aan te horen en op mij te laten inwerken. De ene keer kan ik mij erin vinden en de andere keer niet. En dat is logisch natuurlijk. Ik neem gewoon mee waar ik achter sta. De slipketting en prikband zijn voor mij geheel uitgesloten en een no-go. Want als mensen eens wisten hoe schadelijk dit is voor de nek van de hond. dan hoop ik dat ze zich echt gaan beseffen wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. En ik heb het dan ook vooral over de mensen die dit permanent gebruiken. en hiermee blijven corrigeren om zo de hond in bedwang te houden. Hoe zit het dan met de e-collar? De e-collar kan in mijn visie wel een positieve bijdrage leveren aan honden die intens gedrag vertonen. Met het gebruik tijdens een training van een e-collar kan de hond als het ware gereset worden. Je kunt op het juiste moment een hond op de rem zetten. Maar er is toch wel een maar. Dus een keer aan het gebruik hiervan. Een hondentrainer weet vaak waar hij mee bezig is en kan de kalmte en rust bewaren. Maar vaak wordt te weinig het proces van de eigenaar meegenomen en valt men dus veelal terug op de e-collar. Daar waar ze volledig op vertrouwen. En dat is logisch, want de hond is getraind om hierop te reageren. En de kans dat het dan dus werkt is aannemelijk. Alleen de eigenaar zal nooit leren omgaan met zijn eigen gedragingen, energie. En dus geheel niet naar zijn eigen aandoen kijken. En dit is echt een heel groot gemis, want het stopt de ontwikkeling en beknelt de groei in de relatie eigenaar-hond. En juist, dit is zo ontzettend van belang. Je gaat anders veelal voorbij aan de taal van de hond, en die bestaat uit energie- en lichaamstaal. Eigenaren worden vaak een stuk gefrustreerder als het dus niet werkt en gaan dus nog harder aan een slipketting een prikband trekken en zetten de schokband gerust op de hoogste stand om zomaar weer te hopen dat ze resultaat gaan zien. Het zogenaamde externe verbinden noem ik dat ook wel. De hond zal aanvankelijk hierop kunnen reageren, maar dit gedrag is zeker niet het resultaat van een gezonde wisselwerking met de hond. En als je dit ook verkeerd gebruikt, kan het ook ontzettend afrechts gaan werken. Het is voor mij en de hond zelf natuurlijk maar te hopen dat eigenaren dit dus niet doen, maar juist naast hun hond willen verkeren in plaats van tegenover de hond te staan. Wanneer je naast de hond staat en het gedrag van de hond bepaalt vanuit je eigen sturing, dan kan je dus spreken over bewustwording en het intern verbinden. Ondanks dat ik van mening ben dat de e-caller een positieve bijdrage kan leveren, zou ik mijn klanten nooit adviseren om hiermee te gaan werken of het zelf inzetten bij hen tijdens een sessie. En waarom niet? Het heeft totaal niets te maken met het bewustzijnsproces, je eigen persoonlijke emoties en ontwikkelingen. Nee, het gaat er bij de e-caller om dat je op de tijd de prikkel geeft aan de hond en dat hij daar dan op reageert. Dus je bent niet met je eigen aandeel bezig, want wie ben jij zonder de e-caller? Dat is dan nog maar eens de vraag. Dan kom je weer ongemakkelijke stukken tegen en daar werk ik dus aan. Je hebt dus verschillende hondentrainers. Ikzelf had vroeger te maken met een positieve hondentrainer. Die was vriendelijk naar mij, mijn hond en dacht goed met mij mee. Toen ze het niet meer wist, heeft ze me geadviseerd een anti of een gentle leader te gebruiken. Dit zijn ook externe hulpmiddelen en ook daar werk ik niet mee. Maar ze zijn niet zo pijnlijk als de slipketting, de prikband en de e-collar. Ik ben het nooit zelf gaan toepassen, want ik wilde vanaf het begin af aan al niet extern verbinden met mijn hond. Alleen ik ben haar wel dankbaar, want ze heeft me namelijk nooit harde externe hulpmiddelen aangeprezen. Of heeft aangestuurd op fysieke correcties. Ik vind haar dus een goede hondentrainer. Stoppen wanneer je weet dat je niets meer voor de eigenaar en hond kan doen. en hiermee de gelijkwaardigheid dus niet uit het oog verliest, maar blijft waarborgen. Kortom, wil je dus veelal extern verbinden. en zo omgaan met je hond, dan sluit een hondentrainer aan bij jou. En dan nu een hondencoach. Een hondencoach is een persoon die je volledig bewust maakt van je eigen doen en laten. Heb je een goede, dan zal je iemand hebben die je heel goed kan aanvoelen. Alles ziet, duidelijk kan communiceren en vooral jouw gedrag begrijpt. En ervoor kan zorgen dat de aanpassing een positieve en een zichtbare invloed zal hebben op je hond. En waarom specifiek deze punten? Nou, een hondencoach werkt vanuit energie en de kracht van het brein. Er zijn in de hondenwereld twee termen die nog vrij nieuw zijn en worden weggezet als zweverig. En het feit dat het zo wordt weggezet geeft direct weer dat er nog veel te leren valt in de hondenwereld. Terugkomend op deze punten, voor een ieder die hier nog niet in thuis is. Als je met een hondencoach gaat samenwerken, dan ga je een vrij intens proces aan. Er is namelijk geen ruimte voor je maskers, verharding, ego en voor het onderdrukken van je gevoelens. Al hetgeen dat je voelt wanneer je met je hond bent vastgelopen, ga je gehyp bij jezelf tegenkomen. En dit is ook absoluut nodig om in verbinding te komen met je hond. Een hondencoach moet dus heel goed voelen wat er in jou omgaat. Om er zo voor te zorgen dat je op de juiste momenten tools krijgt die direct zorgen voor inzicht en het verschil zullen uitmaken. En dit zal je echt een boost aan zelfvertrouwen geven. En je krijgt ook heel veel begrip voor het gedrag van de hond. Wat namelijk heel veel zegt over jouw gedrag. Onthoud goed, een hond die moeilijk doet, die heeft het ook moeilijk. Geen enkele hond staat op met: Yes, vandaag ga ik weer helemaal uit mijn panty knallen aan de riem. Ga ik het mijn eigenaar weer helemaal moeilijk maken. Oh, en ik ga ook nog even over territoriaal doen. Want ja, waarom ook niet? Nee, dat doet een hond dus niet. Want ga er maar eerder vanuit dat je hond ook niet op jouw spanningen staat te wachten. Alleen, je hond zal nooit zijn orde uitspreken en benoemen dat je een slechte eigenaar bent. De eigenaar zit veelal vaak vol frustraties en projecteert dat vervolgens op de hond. Niet eerlijk. En daarom is het ontzettend fijn dat je door middel van een hondencoach precies weet wat jij anders moet doen om ervoor te zorgen dat je ander gedrag krijgt van je hond. Zonder vanuit onmacht te handelen. Ik als hondencoach werk alleen met mijn eigen halsband en riemen. Omdat ik je niet ga leren hoe je extern moet corrigeren. Maar vooral hoe je interne verbinding kan opmaken met je hond. En dit is echt hard werken. Want je gaat op een bewustzijnsniveau komen als never before. En dat wel samen met je hond. Alles wat ongemakkelijk voelt, ga je leren te doorvoelen. Alles wat je ziet en invloed op je had, ga je alleen nog maar waarnemen. Maar niet meer in je eigen energieveld laten komen. Alles wat je verkeerd is aangeleerd, ga je afleren. En alles wat je vanuit jezelf over wilt brengen op je hond, ga je leren overbrengen. En het is echt een zachte en diervriendelijke methodiek, omdat je leert niet vanuit verharding te handelen. Je gaat je hond daadwerkelijk naast je zien in plaats van tegenover je. En deze aanpak is extra fijn voor hondeneigenaren die hooggevoelig zijn, veel met hun eigen persoonlijke ontwikkeling bezig zijn en vanuit energie en de kracht van mindset willen verbinden met hun hond. En je moet dus echt openstaan voor confrontaties en naar je eigen innerlijke processen willen kijken. Kortom, wil je intern verbinden en zo omgaan met je hond? Dan sluit de Hondencoach aan bij jou. Leuk dat je hebt geluisterd naar mijn eerste podcast, en er zullen er zeker nog meer volgen. Volg me mij op mijn social media's en als ik je kan helpen, stuur gerust een mailtje.